Kim, vertel eens, wat heb jij gedaan? Ik heb bubbelwafels gepakt. Goed zo. Oeh, goed Nederlands, Kim. Het is nog vroeg. Ja. Maar dat gekke lippen niet goed. Alleen zijn ze uit elkaar gevallen. Dus nu zijn het bubbels. En zijn er ook bubbelwafels? Dat zijn nu alleen maar bubbels. Oh, ik heb hier nog een hele. Oh! Ziet er wel mooi uit. Wij zijn onderweg naar de Brabanthallen. Waar is dat? Brabant. Hebben we er allemaal heel veel zin in? Nee, we moeten nu nog een uurtje rijden. Daar zijn we. We zijn bij de Brabanthallen. Bij het parkeerterrein. We zijn naar binnen toe. En Kim, jij er zin in? Ja. Mooi. En we zijn er. We zijn nu bij de stand. Met heel veel mensen. Iedereen heeft de jas van Go Social aan, behalve ik. Ik heb een bodywarmer, die heb ik niet meegenomen. Iedereen is aan het vloggen. Hard vloggen. Ik zie nu dat we ook een Go Social boek hebben. Kijk eens wie hier staat. Hart voor paarden. Saressa, die staan daar. Klaar. Waar blijft Hart voor Paarden? Hoeveel is er? Hart voor Paarden! Tessa! Oké, we hebben hier dus ook nog een spel. Laten we maar even wat dingen gaan doen. Iets met ezel. Oh, kennen jullie dat nog? Oh, dan moet je dat er zo inzetten. Kom, dat ga ik proberen. Oké. Zo, dan gaan we. Ogen dicht. Wacht, ik moet rondjes draaien. Ik ben heel goed in rondjes draaien. Oké. Het bord is hier. Dus moet die hier. Kom hier in. Hier. Waar? Ik kom hier. Jee, dat heb ik heel goed gedaan. Oké, snel weer door naar het volgende spel, want ja. Oh, we hebben golf. Oké, we gaan golfen. Ik weet niet of ik daar goed in ben. Helemaal niet met één hand. Oké, ik moet jullie even overtellen. Oké, hier. Dan moet hij. Hier zit het gat. Dan moet hij daarin. Oké. We gaan proberen. Ha! Kom niet heel ver. Oké, ik moet verder. Hij moet een klein stukje terug. We zitten hier bij de ogen. Zo, ik ging vals spelen. Ik kon er niet meer tegen. Helemaal best. Zo. Oké, we gaan naar de volgende. Oh, hoefijzers gooien. Dat vind ik altijd zo eng. Oké, we gaan proberen. Hoefijzer. Oh, je kan hier ook springen. Yes. Ah, maar 1, 2, 3. Oké, ik geef het nu al op. We hebben hier ook een loungebank. Zo. Ik lig lekker. En dan hebben we ook nog hier in de buurt een bank. Maar we gaan eerst even springen. Kom, we gaan op de foto. Hoesje, op de foto. Waar gaan we op de foto? Hier. We gaan hier op de foto. Oké, we gaan even op de foto. Kim, je moet iets charmanter gaan zitten, zo gaat het niet. Tess, je moet even je benen over elkaar heen slaan. Dank je. Dank je. Ja. Kijk je ook mijn vlog? Ja. Ik vind het niet leuk dat jij je paard hebt gevoerd. Nee, ik vind het ook niet leuk. Ik heb toevallig vandaag gehoord hoe het met hem gaat. Maar het gaat wel heel erg goed. Ja.
Nee, het is nu even goed. Ik heb nog twee kleine jonkies. Dus die moeten ze eerst bewijzen. Goed. Oh ja, Boefy. Ja, je grote vriend. Ja, die gaat erg goed. Die is wildste van allemaal. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar dan weet je wel een beetje, macho jij. Gaat het goed met jou, Pony? Ja. Ja? Maar wel op de radio. Dat was de kans. Nou, ik zei iets voor mensen. Met een nuance. Stijn. Iedereen, dat had ik ook. Kan natuurlijk niet. Ik moet uitleggen waarom ik zo goed was net. Ik denk dat het 1 een toevalstreffer was. En 2, ik kreeg van Rebecca een complimentje over mijn leuke schoenen. Maar het ging zo goed, omdat ik gewoon een stuk langer ben vandaag. Zo. Na denk ik een uurtje rijden staan we nu op de parkeerplaats en dan zijn we helemaal verderop. Ja, oh, ik moet mijn water pakken. Zijn de Brabant Hallen en daar is Indoor Brabant. Als ik iets eet, eet ik gewoon helemaal. Wat zijn jullie aan het doen? En dan doen we 2 stukjes. Het is maar een heel klein stukje. Ik wilde alles. Ja, je en ik ga hem weer maken. Die past, of niet? Nou, dit was het. Ja, dat was het. En dan? Nou. Wat krijg ik dan? Dan moet je er later op. Of slagroom. Niet allebei? Ja, dat kan ook. Maakt mij niet uit. Ik denk dat me dat anders heel te lang duurt. Nee, dus we hebben iedereen zijn eigen leven. Ik ga het wel even halen. Hart voor Paarden is even met z'n allen aan het ontbijten. We zijn bij de meet and greet. En kijk eens even wat een drukte. Eens even kijken waar de Hart voor Paarden gebleven is. Oh, hier helemaal tussenin. Wat een drukte, wat een drukte. Kijk eens even. Ik Uiteindelijk. Na de meet and greet eventjes chillen. Tess drinkt water. Fenna eet even een zelfgemaakte bubbelwafel van ons Kimmetje. En hoe zijn ze, Fenna? Heel lekker. Heel lekker. 7 uur was het, hè, Kim? Wat? Om 7 uur was je bed uit, hè? Nee. Oh, hoe laat dan? Hoe? 8 uur. Oh. Nou, dan.
kan. Ja, precies. Hallo darling. Hallo. Hoe was het op school? Goed. Ik heb iets voor je meegenomen. Je hebt iets voor me meegenomen, oké. Okay. Ja? Kan die? Ja. Vind je het eng? Ja. Oké. Okay. Het grote voordeel waarom je deze krijgt, is omdat als je dan van je pony afvalt, mama een berichtje krijgt. En dat vindt mama heel erg fijn. Heel helemaal. Echt waar? Vind je het zo spannend? Je wilde hem zo graag, hè? Het is de sportversie. Sportversie? Ja, je bent een sporterd. Ik doe helemaal niks en ik tril helemaal. Niet zo spannend. Je wil hem echt heel graag, hè? Zal ik een bandje erop zetten voor je? Of ken je het zelf? Ja, zet jij helemaal op. Ik heb geen idee wat moet. En ik ben bang dat ik hem lekker op ga. Ik ga Mickey Mouse erop zetten. Oh. Vroeger had ik die app wel gedownload. Nou, die bestond er sowieso al op en toen zag ik Mickey Mouse. Het is ook strak genoeg? Ja. Nou, laat even zien. Het voelt wel heel erg cool. Cool, hè? Nou, mijn juf die heeft ook een Apple Watch. Dus dan kan ik tegen de juf zeggen, juf, zullen we samen een wedstrijd aan? Of ik kan met de juf gaan okie-tokie. Hallo juf, mag ik wat vragen? Nu vind ik dat heel leuk. Ik moet maar, kijk, hij heeft nu al dat blauwe ding. Is al een beetje gaan. Oké, staan. Ik heb één. Oké, ik moet weer verder rennen. Zo, ik ben in Belstals, een beetje donker. Ik ben aan het opzadelen, ze heeft dekje en single. En ja, ik ben nog steeds super blij mee. Het is nu precies 5 uur. Ik ga zo op een, als ik ga rijden, ga ik me op een workout zetten. Van een bijzondere workout. En dan kan ik paardrijden aan het einde aantikken. En dan weet hij dat ik een paardrijd heb. Ik kan ook nog mijn muziek ondertussen afspelen, maar dat ga ik nog niet doen. Voordat de paarden gaan schrikken. En mijn efforts is nog 22%. Zo. Het is nu 1:05 en 21. Je snapt wel wat ik doe. En ik ga nu lekker rijden. Maar eerst even het zadel pakken. Oh, de zon schijnt lekker. Zo blij met mijn horloge. Ik wil deze ook heel lang. Dit is een Nike versie, dus sport. En het handigste aan deze Apple Watch is dat als ik val en 40 seconden blijf liggen, dan stuurt mijn moeder een appje. Zo, ons Tessie is lekker aan het rijden. Ik had net een belletje, dus ik ben niet echt aan het rijden. Kijk maar, ik ben nog in de stop-los modus. Misschien moet ik even aan de andere kant gaan stappen. De test die is wel aan het uitleggen wat ze wil, geloof ik. Wat op zich wel grappig is. En Bel snapt het soms ook wel. Nou, Roon denkt, nou ik ga wel achter Bel aan. Nou, we gaan niet achter Bel aan. Vandaag is dinsdag en dat heeft Tess dus nog niet verteld. Die heeft het wel heel erg druk met haar Apple Watch momenteel, geloof ik. Het is wel super schattig. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, aan de ene kant is het natuurlijk belachelijk. En aan de andere kant, daar zit gewoon valdetectie op, jongens. Dus op het moment dat je van je paard afvalt, dan weet iemand dat. Volgens mij moet je iets van 30, 40 seconden stil liggen of zo. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar ja, als je valt, dan zit er geen GPS in het ding en dan kunnen ze komen redden. Hoe cool is dat? Dus ondanks dat het een behoorlijk duur apparaatje is, vind ik het toch wel een heel slim apparaatje. Dus ik voor Tess. Nu ben ik er gewoon bij en ik ben altijd bij. Maar nu zou ik dus in theorie haar buiten kunnen laten rijden. En dan zou ik dus gewoon aan de bar een kopje thee kunnen drinken. Ja, op vrijdag bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel prettig. Nou ja, we gaan allemaal zien hoe het gaat werken. Het is vandaag woensdag en de camera is leeg. Waarom weet ik niet, want ik laat hem elke dag op. En vervolgens gaat het kaartje leeg. Dus ergens is er iets misgegaan. En wat dat ergens dan is, dat weet ik dus niet. Ga rijden. Tess is al buiten aan het rijden. Dus die
Die ga ik nu opzoeken. En wij hobbelen nu naar het buitenterrein. Het is wel fijn, het is niet koud. Het is wel een soort chagrijnig weer. Dat is toch wel jammer. Doen. Ik moet een hele boel krijgen. Zijn ze nog niet vol? Bijna. Wat mis je nog dan? Ik heb nog 10 calorieën. 9. Die zijn bijna klaar. Oké. Dat kan je ook gewoon door thuis te zijn en zo. Oké. Okay. Ik ben nu aan het hardlopen. Nou, succes dan maar denk ik. Voor de sokken. Dankjewel. Wel vindt het maar gek. Vandaag vrijdag en ik heb weer springles van Steve. En mensen zeggen dat de lente al is begonnen vanaf vandaag, maar dat zeiden volgens mij ook al eind februari. Dus we zijn nog even aan het afwachten, maar nu is het in ieder geval ook heel erg lekker weer. Dus dan ook een goed maandje en buiten. Mooi, kom met je samen zitten. Dat past er niet helemaal. Voel je dat? Kom maar iets tegen, kuit tegenaan. Is al beter. Voel je dat? Mooi die kuif tegenaan. Achterover, uitsteken. Ja. Goed. Ja. Kim heeft lekker gereden. En nu nog even lekker rollen. Het is ook prachtig weer. Heerlijk. Ze wil heus wel met me knuffelen, zegt Tess. Denkt ze gewoon, snoepies! Oké, zegt ze. Knuffel even met je, als je daar zo blij van wordt. En Bel heeft ook heel hard gewerkt tijdens de springles. Ik heb niet zo heel veel opgenomen dit keer. Soms vergeet je dat wel eens. En even lekker rollen. Heerlijk hoor. Goed afsluiting van de vrijdag. Ik heb vandaag gesprongen. Het ging best goed. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal, hier beneden ergens. Hi Bel! Doe gelijk een duimpje omhoog en klik op het belletje. Een belletje, heel fijn. Dan zie ik jullie morgen. Doei!